Plastic tas. Erg handig, maar slecht voor het milieu, toch? Wij vragen het winkelend publiek van Amersfoort over het gebruik van plastic tassen. Nee, ik heb op zich niet zoveel plastic tassen. Ja, ik heb veel plastic tasjes. Ik koop heel graag plastic tassen, omdat ik altijd die andere plastic tassen thuis vergeet. Ik vind het eigenlijk een hele goede zaak om mensen te laten betalen. Op zich is het wel zo dat er nu voor de plastic tasjes natuurlijk ook al dingen in de prijzen verdisconteerd zijn. Want er is geen ondernemer die dat niet doorberekent in zijn prijzen. Want die moet natuurlijk ook ergens voor betaald worden, die tas. Dat lijkt me wel heel goed, ja. Dat vind ik helemaal kut. Dat vind ik helemaal bagger. Dat is totaal niet dat ding dat je moet gewoon een plastic tas mee kunnen krijgen. Het zou aan de ene kant heel dom wezen. Ik weet het niet, maar wat zou je anders moeten doen? Papieren zakken werkt niet. Als die nat worden, scheuren ze door. Dus het heeft geen nut. Oh, dan word ik echt geïrriteerd. Milieubewust, hè? Dat is beter. Misschien heb je ook plastic tassen die dus niet van plastic zijn gemaakt, maar volgens mij van een soort katoen. Nederland is gewoon puinhoop. Zo zie je maar. Veel duidelijkheid over wat er moet gaan gebeuren met plastic tassen is er momenteel nog niet.